Zo, weer de berg op, Kas? Ja, morgen. Spullen aan het pakken. Ik ben natuurlijk, ik ben heel georganiseerd. Dus dan... Nee, we gaan morgen weer omhoog. Met z'n vieren. Wilco, Kas, Jelle en Roeland. Dan gaan we naar kamp 2 toe. En dan gaan we na slapennachtje gaan we door naar kamp 3. Het laatste stukje hopelijk fixen en kamp 3 inrichten. En dan komen de andere jongens met z'n vieren ook omhoog. Hoog ligt kamp 3? Kamp 3, ik denk dikke 7000 meter of zo. 71, zo, ergens daar, rond die hoogte. Dus ik ben benieuwd. Het is aardig wat sneeuw gevallen de afgelopen dagen. Het weer is wel want, heel erg verbeterd. Het ziet er vandaag goed uit. Dus volgens mij is iedereen weer blij dat hij aan de slag kan. Want een weekje basiskamp hangen heb je op een gegeven moment ook alweer gezien. Als ik aan het touw had gezeten, dan had ik nu 1500 meter dieper gelegen, of 2000 meter in het basiskamp ongeveer. Wat gebeurde er? Dan brak een ijsplaat af. Het zijn allemaal vereiste rotsen hier zo. Dus het is behoorlijk tricky allemaal. Juni, aankomst kamp 2, 11:30, vanochtend om 4 uur vertrokken. Morgen is de bedoeling een route naar kamp 3 maken. Maarten! Het is hier tering weer! Oké, dat betekent dat wij morgen dus moeten gaan afdalen over. Ja, de wind valt op zich nog wel mee, maar het sneeuwt en het hagelt. En de vraag is eventjes, als wij morgen naar kamp 3 moeten en die andere ploeg komt omhoog, dat natuurlijk fout gaat lopen als het weer een spelbreker is over. Oké, nou wij wachten morgenochtend dan even af. Als het morgen dan niet goed eruit ziet, dan gaan wij afdalen. En dan zullen we zeggen dat ploeg 2 zeker niet omhoog moet komen over. Oké, horen jullie mij? Ja, ik wil anders maar gelijk contact op met basiskamp. Die zit ook te wachten. Oké, basiskamp hier, kamp 2, camp 2, doe je kopie over. Is het basecamp een kopie over? Good afternoon, Gerald. As you have seen, we went up in bad weather conditions.
and that was predicted for today, but of course I was hesitating about the plan for tomorrow, because you know, when you are coming up and we are still here in camp 2 because the weather is not too bad, then we get some problems. So I phoned with the Netherlands, and I phoned also with the weather forecast man up, and he is just back from vacation, and he calculated that next week is not a good week. Jet stream above 6 kilometers, kilometers. So we will have a look tomorrow morning, but I think that I already know the answer. Over. Okay, so you got us, and that obviously we are on standby tomorrow morning. We shouldn't be planning on leaving at 3 a.m. Over. No, I think that we it's good that we have contact at 3:30, and then we will make up our mind if it's possible to go higher up. But what up the weather forecast man already said, that there will be high winds above 6 kilometers. So I think tomorrow morning there will be high winds as well. But let's have contact tomorrow morning 3:30. Over. Okay, 3:30 over and out. We'll go have a good night up there. Sweet dreams. Bye-bye. Okay, over and out. Het is nu woensdag 18 juni. Slecht weer op de berg. Gisteren teruggekomen uit kamp 2. En boven de 6 kilometer waait het enorm hard. Sneeuw, jetstream, laag drukgebieden, invloeden van de moezon. Vanuit India en Pakistan. Dus het is geduld opbrengen en wachten tot de berg weer boven komt drijven. Ja, dat is bergsport. Geduld hebben.